dirt aan het verwerken om uiteindelijk natuurlijk upgrades te kopen. Oh nee, om de claim te kopen. Daar zijn we voor aan het sparen. Daar moeten we 6 ton voor hebben, dus. Gaat nog wel even duren. Tot Nuggetgator belt. Nou, dat wacht. Even kijken. We hebben nou 77.000. We hebben bijna 200 ounce. Gewoon een kwestie van ounce maken en that's it. De benzine bijvullen. Ja, de graafmachine pakken dan. Du, 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 du. Graafmachine pakken eerst. Natuurlijk. Een truck. Ondanks dat je er vrij lang mee doet. Daar nog meer dan genoeg. Even kijken. Hoe staat de graafmachine? Moeten we die eerst verzetten? Dat wel heel weinig. Ja, die zullen we wel iets naar achter moeten zetten. Dus laten we A4 neerzetten. Eerst even de graafmachine op zijn plaats gaan zetten. Wel goed. Ja. Ja, hop, de rem erop. En nu, ja, ik denk het wel. Nog wel een ladingje uit kunnen halen, alleen dan zou ik echt moeten tanken. Rustig aan gaan rijden, want ik klik dadelijk een keer met de wagen op zijn zijkant bergaf. Lager een beetje afschrapen. Nog wel wat ruimte daar. Kost 6 ton, dus dat zou technisch 600 ounce zijn of om en nabij, dus 5 en de 600. Visie is welke keer dat van het goud afgehaald wordt, dus echt zolang ik benzine kan betalen, technisch gezien. Niks te doen. In een denken is het wijsheid om te kijken voor werkers. Of niet meer. Is nu. Oh. Ik weet niet voordat ik aan deze lading begon.
En halverwege met de lading. Dat is wel als ik ik 300 ounces bij moet halen, dat ik ook weer een ton en magnetite in de tussentijd krijg. Dan zal het zorgen dat het minder kost, wel een tijd als geld voor coldbars te maken, dat we de coldbars groter kunnen maken en we minder verlies hebben. Dat ik ook weer een keer onder aan de gang moeten. Daar zelfs een bulldozer aan schaffen. Beetje uitschuiven en pakken auto af. Nee, ding op. Een keer eerst starten, ooit dan de handrem maken. Helpt.
Jong, tijd om te gaan tanken. Goed, echt dit keer. Ja. Waar staat? Bijna alleen te denken. Du-du.
uit. Ik ga het niet helemaal leeg. En dan moet ik de volgende lading halen. Yay! De 50 halverwege. Of hoe ver ik om was. Exit.
19 mei. Kijken. Dag. Okay. Goedenavond, Kuurheim. Ja, wel goed. Stil, rustig aan. Beetje genoten van het weer de afgelopen twee weekenden. Ja, begint einde van de week begint dat. Begint het gekhuis. Ik was net een beetje aan het schrijven hoe games uitkomen de komende weken. Het is niet dat er geen games op het moment uitkomen. Het is alleen geen games waar ik interesse in heb. Nou ja, Subnautica Below Zero komt vrijdag officieel uit. Volgens mij was dat vrijdag, de 14e. De 14e komt ook Mass Effect Legendary Edition uit. Weet ik alleen niet of ik die ga streamen. De 17e kwam ook een game, maar ik weet even niet meer welke uit mijn hoofd. Ik ga dadelijk eens even kijken. En de 19e komt sowieso Odyssey van Elite Dangerous uit. Dus ja, er komt van alles uit, om het zo maar even te zeggen, de komende week. Nou, de 17e is denk ik dan Days Gone op de PC. Gok ik. Of de 17e of de 19e. Dan.
En even kijken of daar ja, al een clean-up wordt of nog één meer.
Doen we nog een keer. De volgende lading. Wat zegt dat nou over toe? Betrekbaar.
Pipi. Oh, check. Oké. Zou wel voor jullie te vervangen zijn dan? Oh, een soort ride-up. Beetje minder. Het voordeel is wel dat het al 6 uur 's avonds is. Dat niet zo lang duurt. Ik. Dadelijk toch een watertank of iets kopen. Negentien. Af van hem meteen teruggereden. Geen water hebben.
Yep. Even gaan we vanavond. Ben je dat ook zo vet? Kunnen lopen, dus dat zo in het water ook weer. Ik wil hier naar een beetje mooi.
Doen. Zo, lading 2 compleet, maar we hebben nog steeds geen water. Do. Hebben we geen water. Pomp maar uitstaan voordat we alles kapot draaien. Ga ik hem sowieso weer eens even geven. Even op allebei. Is in dat bocht. Als dat nog in het water ligt, telt dat schijnbaar niet. Dash. Kan wel, maar dan toch naar de stad om daar water te halen. Toch maar even de watertank gaan halen. Ik heb al een paar keer gehad dat we zonder water zaten, technisch heel veel. Of niet. Neem we water. Weg van maken. Uit te zetten.
Goed. En die. Heeft hij al wel weg. Draagval als we er maar weer doorheen.